Het leven van een beginnend kunstenaar is niet altijd even makkelijk. De 28-jarige Gita Schrijver weet hier alles van. Financieel is het natuurlijk nooit natuurlijk heel erg geweldig. Het is ook niet heel erg, maar het is natuurlijk het streven om uiteindelijk gewoon je brood ermee te verdienen en een leuk huisje te hebben. Gita woont namelijk nog op een studentenkamer. Mensen vragen wel eens of ik dat niet vervelend vind om als 28-jarige op een studentenkamer te leven, maar je hebt het voorover of zo. En het is niet zo vervelend dat ik met allemaal hele jonge studenten samen woon. Ik heb één huisgenoot en die is van dezelfde leeftijd en we hebben het allemaal heel mooi op orde. Je hoopt natuurlijk op ooit een leuk appartementje of zo, maar je hebt het voorover. Omdat zij van de verkoop van haar kunst nog niet kan rondkomen, biedt kunstcentrum R10 haar een atelier en begeleiding aan. Het geeft je begeleiding en vooral in het begin vond ik dat heel fijn, omdat je ook met praktische dingen zit eigenlijk. Zoals hoe moet ik mijn administratie doen en zo. En daarnaast is het de bedoeling dat je wel elk jaar even laat zien van wat je planning is en wat je wil gaan bereiken. En dat is een soort van ondersteunend. Gita heeft veel steun aan de hulp van R10, maar heeft ze dan nooit spijt dat ze voor een toekomst met een onzeker inkomen heeft gekozen? Ik heb zeker geen spijt dat ik niet heb gekozen voor iets vast of iets waarmee je zeker bent van een bepaald inkomen. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment in een bepaalde sleur komt en dat je denkt van is dit wel wat ik wil? En ik kan elke dag weer oprecht zeggen dat dit echt is wat ik wil.